Woonzorg Nederland is de grootste ouderhuisvester binnen Nederland. En wij zetten heel erg in op veiligheid. En veiligheid is onder meer ook brandveiligheid. We vinden het belangrijk dat de bewoners dat ook ervaren. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de rookmelders geplaatst in alle woningen. We hebben in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio's hebben we voorlichting gegeven aan de bewoners. Naar aanleiding van de voorlichting die vorig jaar gegeven is door de brandweer, zei de bewonerscommissie, nou, wij willen wat betekenen. En samen met mijn collega, dat is een bewonersconsulent in dat complex, hebben ze met de brandweer een nieuw concept ontwikkeld. En dat is de bewonershulpverlening. We hebben diverse voorlichtingen gegeven in het complex. Men woont zelfstandig en zo is eigenlijk het idee ontwikkeld. Er zijn mobiele mensen en minder mobiele mensen en die kunnen elkaar opvangen waar nodig. En zeker om de zelfstandigheid ook te bevorderen binnen het complex. We hebben 10 enthousiaste bewoners gevonden om het project bewoners hulpverleningen te gaan doen. Men woont zelfstandig in het complex en dat zal de zelfredzaamheid alleen maar bevorderen. Ja, bedrijfshulpverlening is natuurlijk heel wat anders dan burgerhulpverlening of bewonershulpverleners moet ik eigenlijk zeggen. En wij denken er dan om elk jaar terug te komen in een soort light versie. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan een ochtendje of bijvoorbeeld aan de avond als er bijvoorbeeld oefenavond is. Dus dat we voor de brandweer zelf, voor de ploeg gelijk een oefening ervan maken. En dat we op die manier gelijk alle puntjes weer op de i kunnen zetten. Het was een pilot, maar in mijn beleving was die al lang geslaagd. En ik denk eigenlijk al veel verder dat het ook regionaal gaat en dat het dadelijk ook landelijk gaat. En dat is mijn idee. Want het hele onderwerp is uniek, maar ook eigenlijk vanzelfsprekend. Ja, het was zeer indrukwekkend. We hebben er aardig wat van geleerd. We hadden al wat een keertje een avond, voorlichtingsavond gekregen. Dit was even ter aanvulling. Ook voor de mensen, zeker de ouderen die er allemaal wonen. Wat je in geval van nood, wat je allemaal moet doen. Het is zeer zeker een aanreiking van wat er precies moet gebeuren. Mocht de brand uitbreken, wat je in eerste instantie moet doen. En dat is natuurlijk, kan levensreddend zijn. Thank you.